J.K. Rowling drinkt champagne boycott Harry Potter reboot. Het nieuws over een lang verwachte reboot van de Harry Potter franchise viel niet bij iedereen in goede aarde. De betrokkenheid van J.K. Rowling bij de productie kan niet door de beugel van LGBTQ-activisten. Die wijzen naar haar transfobische uitspraken. Maar de aangekondigde boycott laat de schrijfster niet aan haar hart komen. Hele voorraden champagne ingeslagen. Niets smaakt zoeter dan de tranen van criticasters. Behalve champagne. In ieder geval is het best opmerkelijk dat een vrouw die zelf onder een mannelijke naam schrijft. Weinig empathisch vermogen toont voor mensen die zich identificeren met een ander geslacht. Hoe dan ook zal er voor altijd een haar in de boter zitten tussen J.K. Rowling en een hele schare Harry Potter fans. En dat bleek wederom bij de aankondiging van HBO Max. De streamgigant maakte bekend dat alle 8 Harry Potter films een nieuw jasje in serievorm krijgen. Over een periode van 10 jaar zullen we de avonturen van Ron, Harry en Hermeline opnieuw kunnen beleven met modernere ogen. Maar lang niet iedereen was opgetogen met het nieuws dat de intellectuele moeder van het tovenaarstrio ook een plaatsje aan de tafel kreeg. Wat HBO Max betreft is er geen vuiltje aan de lucht. Aan Variety verklaarde de baas van de streamingdienst dat de kritiek voornamelijk aan internet gebeuren is. Het is een heel ingewikkeld en genuanceerd online gesprek, en de boycott is niet iets waar we op in willen gaan. Klinkt het? Dat lieten ze dan maar over aan J.K. Rowling zelf. J.K. Rowling, @J.K. Rowling, april 21, 2023. Vreselijk nieuws, dat ik verplicht ben te delen. Activisten in mijn omgeving proberen wederom een boycott van mijn werk te organiseren. Deze keer van de Harry Potter serie. Aangezien een gewaarschuwd man er 2 waard is, heb ik alvast een grote voorraad champagne ingeslagen, lacht de schrijfster op Twitter. Vermoedelijk verwijst J.K. Rowling naar de recent uitgekomen Harry Potter game waarvan evenwel een boycott werd georganiseerd door LGBTQ-activisten. Ondanks het protest groeide Hogwarts Legacy uit tot de meest succesvolle game van het jaar. Met verkoopcijfers die inmiddels €1 miljard overtreffen. Toen dronk de net niet miljardair waarschijnlijk ook een glaasje champagne of 2.